RTL-cameraman Stan Storimans is gedood door een Russische clusterbom. Dat blijkt volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken uit onderzoek in Georgië. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen vindt de resultaten van het onderzoek zeer ernstig en stelt de kwestie donderdag aan de orde bij de Veiligheidsraad van Europa, de OVSE. De clustermunitie die Storimans fataal werd, is volgens het rapport afgevuurd met een type raket dat alleen in het wapenarsenaal van de Russen voorkomt. De Russische ambassade blijft ontkennen dat er clusterbommen in Georgië zijn gebruikt. Wat betreft, wat betreft die uh, clustermunitie is absoluut, uh, niet, uh, absoluut uh, uh, niet waar, omdat is een, onze, tro onze troepen geen clustermunitie in Georgië.